Bij dierenpark Het Rechter Eind in Beekendonk zijn veel ouders met kinderen en opa's en oma's naar dieren komen kijken tijdens de open dag. Eromheen was veel georganiseerd. De bijenhoudersvereniging Boekelgemer Beekendonk Lieshout was er evenals de kleindierenvereniging. Er werden schapen geschoren en er waren demonstraties wolspinnen, houtbewerken en voor de kinderen een quiz. Het bestuur van de stichting Dierenpark Het Rechter Eind heeft een verandering ondergaan. Tony van der Graft is de nieuwe voorzitter geworden en heeft de taken van Cor Boudewijns overgenomen. Ik ben op de jaarvergadering van 10 april gekozen als voorzitter. En dat betekent nieuwe bazen, nieuwe wetten? Nee. Alles zal hier zijn gangetje wel gaan. Maar de wijziging is eigenlijk gekomen dat Cor zich meer bezig wil houden met dieren. Want daar is hier natuurlijk... Hier kan hij echt zijn hobby doen. En ze zochten meer een voorzitter die de bestuurlijke organisatie zou leiden. En zijn ze bij mij terechtgekomen. En ik ken Cor al van de Halm vroeger. Cor die ging vroeger met ons orkest altijd mee als Rodi. Dus toen Cor daar vroeg, kon ik daar moeilijk weigeren, om het zo maar te zeggen. Want er is bij het dierenpark Het Rechter Eind in Beekendonk ontzettend veel gebeurd de afgelopen jaren. Ja, er is nogal wat gebeurd. Hè. Gebouwen zijn vernieuwd. We gaan op het moment zijn we net begonnen. Of eigenlijk, aanstaande maandag gaan ze beginnen met weer een nieuw gebouw. Ja, er is nogal wat gebeurd. Hè. Door die mutatie met het bouwen van de recht hebben we daar wat zaken tijdelijk moeten inschuiven. En dat is later ingehaald. En als die laatste bouwer is, dan zijn onze gebouwen ook allemaal echt op orde. Financieel gezien heb je dan natuurlijk altijd een beetje sponsoren. Maar ik heb begrepen, donateurs, die heeft eigenlijk Dierenpark Het Rechter Eind ook ontzettend veel en kunnen ze altijd nog gebruiken. We kunnen ze zeker gebruiken. Ik vind dat het wat tegenvalt, het aantal wat we hebben. We hebben er een dikke 200. En dat vind ik eigenlijk, gelet op de omvang van Beekendonk, Laarbeek, toch eigenlijk wat weinig. En door al die nieuwbouwactiviteiten zijn onze reserves ook een heel eind omlaag gegaan, dat begrijpt u. En wij zoeken nadrukkelijk nieuwe donateurs. En hoe kan men donateur worden van Dierenpark Het Rechter Eind? Er liggen hier formulieren, of iemand belt mij op, of ze loaden het down van de website. En voor een bedrag minimaal 7,5 euro per jaar kunnen donateur worden van het dierenpark Rechter Eind. Er is ontzettend veel gebeurd, maar we kunnen eigenlijk de bewoners van Laarbeek ook veel bieden. Hè? Want Dierenpark Het Rechter Eind heeft diverse dieren die hier rondwandelen, rondvliegen. Ja, het uitgebreid bestand van dieren. Ze lopen er allemaal goed bij. De verzorging is optimaal dankzij al die vrijwilligers die hier in de dag zijn verhaal doen. We hebben nog wel een paar ideeën. We willen eigenlijk ook graag op termijn wat kraanvogels hebben. Maar dat vergt een aparte ruimte. Kost nogal wat. Maar goed, dat zal op termijn er ook nog wel een keer komen. En dan zien wij ons park als compleet. De gemeente heeft ook gezegd, na die laatste bouw, dat mag nog. Maar daarna is het bouwen afgelopen. Ja, dan kunnen we ons concentreren op het goed in stand houden van dit dierenpark, zodat mensen hier vrijelijk daar alles kunnen zien. Hè. We hebben ook steeds meer scholen die hier op een halve dag komen kennismaken met het park. En vooral als die poort open staat, en die willen we eigenlijk steeds meer open hebben, dat mensen ook hier achter de schermen kunnen kijken. We moeten zorgen dat het dierenpark Het Rechter Eind gewoon in beeld blijft. In beeld blijven. We moeten actueel houden, ja.